Hallo iedereen en welkom in een nieuwe video waarin we gaan boodschappen delen, informatie delen, zodanig dat je inzichten krijgt en leert hoe dat je jezelf kan gaan verlossen uit de matrix. Hoe dat die matrix er voor jou dan ook mag uitzien. Terwijl ik hier de opstelling aan het maken was, kreeg ik door dat er iemand is die zich eigenlijk wat voet vastzitten. Dus we gaan daarmee van start gaan. Ik ga eventjes de kabel van mijn microfoon aan de kant doen. Dus daar gaan we mee starten en dan zien we wel gaandeweg waar dat we toegeleid worden, waar dat we terechtkomen. En ik zie onmiddellijk al aan de onderkant van het dek de Ace of Wands en de Fool kaart. Dus het gaat erover om uit het stuk te zitten, zoals je hier inderdaad ook ziet, van het vastzitten, dat je leert ontdekken wat dat jouw passie is en van daaruit, vanuit een nieuwe schone lei, niet wetende, de stap te zetten richting jouw passie, richting datgene dat jouw vervulling brengt. En ik zag ook de Tower kaart, dus dat gaat natuurlijk vragen dat je een aantal zaken gaat moeten, zoals je ziet, de Tower kaart en niet de Nine of Cups, dus dat gaat inderdaad vragen dat je een aantal zaken gaat veranderen, dat je gaat stoppen met bepaalde patronen, gedragingen, maar vooral gedachten. Oké. Wat is hetgeen dat we gaan ze zo dadelijk draaien en tonen voor jullie. Wat is de boodschap? Ik heb hier edelstenen gelegd zodanig dat ik weet tot waar ik de kaarten mag leggen, want anders leg ik ze overal. En dan kunnen jullie niet zien wat de boodschap is. Oké, en deze twee samen. Aan de onderkant van het dek hebben we de Knight of Pentacles. En opnieuw weer komen we hiermee. Maar wat we vooral zien, dus je moet, de bedoeling is eigenlijk dat je meer en meer leert om de passie, jouw energie, om die in het fysieke te brengen. En dat zorgt ervoor dat je, dat is de Sphinx in dit dek, is een unieke kaart in dit dek. Maar dus dat toont er, en die liggen ondersteboven, dat kun je niet goed zien natuurlijk, maar die is ondersteboven. Dus dat wijst op het feit dat superbelangrijk is dat je doorheen die verschillende transformaties gaat, dat je echt de stappen volgt die jouw hart jou brengt. En wat zien we aan de onderkant? Wat gaat dat jou uiteindelijk brengen? Volledige vervulling op elk vlak. Elke beker gaat gevuld worden. Niet vanuit anderen, niet vanuit iemand waar je een relatie hebt, niet vanuit je werk, maar eigenlijk echt constant vanuit jezelf en vanuit de verbinding met je hogere zelf. Wat zien we hier? De Four of Swords, de Vier van Zwaarden, de Vijf van Bekers omgekeerd en de Drie van Munten. En daarmee zien we eigenlijk ook al onmiddellijk dat dus zwaarden, dat zijn gedachten, hier die emoties en dan de munten, dat is eigenlijk het aardeteken, ik ging zeggen mentale, maar dat is niet mentale, het fysieke, ja. En dus met die vier van zwaarden, dan is het, wordt eigenlijk als eerstvolgende stap de belangrijkheid van rust aangegeven. De kans de ruimte nemen om naar binnen te gaan. Niet om, zoals hij hier ziet, wacht, hij kan het zo. Niet zoals hij hier ziet dat die persoon hier aan het rouwen is om de omgevallen bekers, maar wel omdat je zou zien wat dat hetgeen is die jou wel nog die vervulling brengt. Dus de vraag die je moet stellen, als jij inderdaad in een situatie zit dat je voelt een stukje vastzitten, dat je niet weet waaruit, hoe vooruit, hoe achteruit, wat dan ook, dan is het belangrijk dat je jezelf genoeg innerlijke ruimte geeft, jezelf ook toestaat, om alles te gaan voelen en vooral om eerlijk te gaan worden over wat datgene is dat je wilt.
Want wat zien we dan hier? Gecombineerd daarmee, met eigenlijk een visie, met dan uiteindelijk een aantal acties die je gaat ondernemen in het fysieke, in de 3D, in de realiteit, zal het mogelijk zijn om jouw dromen en hetgeen dat we hier gezegd hebben, eigenlijk die passie, gaan te vormen. Maar het vraagt natuurlijk om in die transformatie te stappen. Het vraagt van jou om het nodige te doen. En dat is eigenlijk hetgeen dat je aan het leren bent. Dus als je het gevoel hebt dat je vastzit, ben je aan het leren van hoe kan ik vanuit mijn passie, vanuit mijn energie, mijn leven gaan vormgeven. Maar niet gewoon zomaar stappen ondernemen. En dat is dan eigenlijk weer die balans dat we zien tussen mannelijke en vrouwelijke energie. Vandaar ook die maandkaart. Omdat het belangrijk is dat je alle fasen van de maan, dus alle fasen van manifesteren, gaat gaan respecteren. Dat je die gaat gaan leren begrijpen. En dat je die emoties ervaart, dus je emotionele welzijn, je emotionele leven, dat je dat gaat gaan gebruiken. En niet zoals hier, want dat is de Knight of Cups omgekeerd. Dus dat je niet gaat gaan zeggen, wacht, ik ga hem weer zo doen. Dus dat je niet gaat gaan zeggen van, dat is mijn visie en dat is hoe ik het wil. En zo gaan we het doen, want dan is dat puur enkel alleen maar vanuit die vervormde mannelijke energie. Maar dat je eigenlijk iedere keer die afstemming maakt van hoe voelt het? De stap die ik nu neem, hoe voelt die nog? Vult die verder die ene beker, zodanig dat je uiteindelijk tot die 10 bekers komt, hè, zoals je net gezien had. Wacht, ik ga eens tonen. Zoals deze, hè. Hetgeen wat hij doet, vult die mijn bekers of net niet? En dan ga je zien dat hier, dat is de Queen of Wands. Waarin je ziet twee stralen. En dat bij mij weest altijd op de eenheid in jezelf. En in combinatie met de Knight of Swords. Maar dus omgekeerd. En dus de Knight of Swords, als hij gewoon zou liggen, dan duidt dat op obstakels, op... ik zou niet zeggen gevechten, maar ongenoegen. Waarbij dat het gaat over het mentale, over het verbale, over misschien een ruzie of een discussie die je gehad hebt met iemand. En dus dat belangrijk is dat je die situatie op een goede manier gaat gaan aanpakken, gaat gaan aanvliegen. Maar dus niet puur en enkel alleen vanuit het mentale, maar ook weer in combinatie met de emoties die je hier ziet en met jouw wand. Wacht, hè, want die lag gewoon zo, ja. En dus hij meer en meer ook gaat gaan voelen van wat is het dat mijn passie draagt? Wat is dat mijn innerlijke vlam in letterlijk in vuur en vlam zet? Hè? Dat innerlijke vuur, hoe kan ik dat groter? Hoe kan ik dat gaan voeden? Zodanig dat je de visie die je najaagt, zoals dat we het daarnet over gehad hebben, dat die gevoed wordt door jouw passie. En dus dat is eigenlijk dat vuur dat je hier ook bijna ziet. Het is ook het teken van Mars, hè? Vooruit. Maar dus dat je meer en meer ook leert om je leven vorm te geven vanuit de eenheid in jezelf. Dus je mannelijke en vrouwelijke energie. Ben eventjes aan het horen of dat er nog dingen zijn dat ik je moet over zeggen. Wat zijn de schaduwen? Waar dat meteen aangelopen wordt. Zoals met alles, neem uit de video's en de boodschappen wat je begrijpt, wat je meer resoneert en probeer het niet te forceren in te passen in je leven. Het kan zijn dat je misschien de video die je nu bekijkt, dat dat iets is wat je een tijd geleden hebt meegemaakt of misschien pas over een paar maanden gaat zijn. Dus deze video's zijn dan ook tijdsloos en hebben niks te maken met nu, hoe dat er nu energetisch gezien collectief gaande is. Ja. Ik dacht dat ik verkeerd gezegd had, maar ik zei het toch juist. Wacht, ik ga die eventjes zo aan de kant leggen. Dus wat hebben we? Voilà. We hebben vibratie met positieve actie en nummer 3 of 21. Dan justice met decisions, evidence thinking en verdicts 11. En dus zie je ook het tekentje van weegschaal. Dus misschien is dat voor sommigen een bevestiging. En dan hebben we hier opnieuw battle, net zoals dat we daarnet ook gezien
over gehad hebben, maar hier ligt hij ook omgekeerd. En gaat ook over goed versus kwaad. En ook opnieuw cijfer 3. Dus voor sommigen was 11 juni een belangrijke datum, voor anderen 3 november. ...21 november is ook een datum dat ik hier zie. En wat hebben we hier dan nog? 17 met star potential, het teken van waterman, dus maand januari, februari. En dat heeft te maken met succes, happy endings en veelbelovende nieuw begin. Nu, ook deze ligt ondersteboven. Dus hetgeen wat ik hier uithaal, is het belangrijk dat je niet enkel alleen maar gaat gaan focussen op de dingen die je ziet. En dat was ook het thema die, dacht ik, in de video van maandag naar boven kwam. Het is belangrijk om actie te ondernemen, zeker. Maar let op dat je die actie niet neemt vanuit een tekort of vanuit een laag trillende energie. Dat is hetgeen wat ik ook leer in de training manifesteren vanuit, met alle elementen. Omdat jouw vibratie, jouw energie, je bent energie. En dus vanuit of je nu met de wet van aantrekking werkt, of de wet van resonantie, of de wet van assumptie, of wat dan ook, het komt altijd op hetzelfde neer. Het gaat over energie. Ook als je jouw tweelingvlamrelatie of een soulmate-relatie wil gaan vormgeven, of gelijk welke andere manifestatie die we willen gaan voeden en in het fysieke wil gaan realiseren, gaat het en komt het altijd terug op je energie. En dus je kunt geen dingen gaan manifesteren zolang je niet de juiste frequentie hebt. Dus hoe meer dat je vanuit die eenheid, vanuit waar dat je alles mee, altijd mee verbonden bent, en niet altijd meer maar vanuit de dualiteit gaan bekijken, maar dus de balans goud, vandaar ook de weegschaal, legt de balans goud tussen 11 is ook weer de mannelijke vrouwelijke energie, de eenheid. Wanneer je dat gaat kunnen doen, dan ga je bewijzen zien in jouw realiteit dat waar dat je staat in jouw energie, wat je aan het manifesteren bent. Want alles, of dat nu positieve of negatieve dingen zijn, alles is een weerspiegeling van waar dat je staat of waar dat je frequeert, vibreert als frequentie. Dus waar is dat als frequentie? Eerder lager, eerder hoger, wat dan ook. En dus enkel maar hetgeen die resoneert, dus die aangetrokken wordt door diezelfde essentie, dat is enkel maar hetgeen dat je gaat zien in jouw wereld. En dus hoe meer je dat gaat doen, dus veel meer ontstijgen vanuit goed versus kwaad, boven, onder, dus alle dualiteiten. En oké, ze zijn er nog, we merken ze nog op, maar we maken geen keuzes meer vanuit die dualiteiten. En dat is hetgeen waarover dat gaat, wanneer je vanuit een hoger bewustzijn gaat gaan leven. En dan ga je ook veel meer het potentieel gaan zien, wanneer nu de kaart ondersteboven ligt. Ga je ook veel meer dat potentieel zien, ga je veel meer successen zien, ga je veel meer die nieuwe begin zien, die kansen zien. Maar kansen die jouw bekers gaan vullen en die jou niet gaan uitputten, in tegendeel. Maar eens kijken welke energieën waar je zo mee kunnen werken als je in deze situatie zit of daar tegenaan loopt. Sowieso wat ik al hoor is de blauwe vlam. Als je dat nog niet weet, op mijn website, hier op YouTube bedoel ik, en op mijn website ook trouwens, staan er transmissies die ik gechanneld heb. Die werken met de universele vlammen. En universele vlammen, dat is eigenlijk een hele krachtige tool. Dat zijn energieën die eigenlijk qua frequentie net onder de bron staan. Dus net onder de hoogste mogelijke energie. Dat is de diamantenenergie. En al de andere vlammen zijn daar één essentie, één kenmerk, één specialiteit, om het zo te zeggen. En die kunnen we allemaal gebruiken voor onze healing. Om ons krachtiger te maken. Om ons te ondersteunen in de manifestaties. Of wat dan ook. Kijk, we zien hier al lamellen al metatron met de diamantenenergie. Ik ga het wat dichter tonen. Dus dat is een diamantenkleur. Je ziet ook de gouden, oranje, gele. Dat zijn allemaal dan eigenlijk stukjes ervan. Al die energieën samen vormen samen de diamantenenergie. Ik voel dat er nog één is. Hier, deze. Ja, de blauwe is zoals ik daarnet wou zeggen. Dus de blauwe energie is ook, en zoals je ziet, zijn er ook in verschillende kleuren, in verschillende varianten, in combinatie met verschillende kleuren. Bijvoorbeeld blauw, groen, waarin dat je meer de healing krijgt door het groene. Blauw, violet, waarmee je naar het transmuterende gaat. Dus er zijn verschillende mogelijkheden. Hier in dit geval is blauw-wit met ook wat diamanten. En als ik goed zie,
ook ja, heel wat stukjes violet en paars. Nu, waarom had ik ook gevoeld de blauwe vlam? Omdat de blauwe vlam ook verbonden is met gedachten, met het mentale, met communicatie. En daarom zei ik ook op mijn YouTube-kanaal, hier is er een playlist Transmissies met Universele Vlammen. En je kan die gratis beluisteren. En hoe vaker dat je dat doet, hoe meer dat je het effect daarvan merken in jouw fysieke leven. Dan gaat het plots gemakkelijker zijn om je mening te delen. Ga je misschien in het begin ook last hebben van hoestbuien en dergelijke, maar weet dat dat is voor jouw keel te openen. Misschien ga je gaan beginnen zingen, of beter of meer gaan zingen, dat kan ook. En ziet, we hebben hier opnieuw weer nog een keer de diamantenvlam. De kernwoorden die bijgekomen zijn, zijn wijsheid, balans, we hebben dat net ook gezegd hebben, en mercy, dus genade. En dat is vooral, hoe meer je vanuit je hogere energie leeft, hoe gemakkelijker dat gaat zijn om te zien waar de andere mensen zichzelf vastzetten. Waar de andere mensen niet jou kunnen volgen. En ze hoeven jou ook niet te volgen. Ze hoeven jou zelfs niet te begrijpen. Zolang dat jij weet waarom je bepaalde keuzes maakt, dan is dat belangrijk. Je hoeft je niet constant te verantwoorden om uit te leggen omdat iemand anders jou leuker zou vinden of meer aandacht zou geven of wat dan ook. Dat is zeker niet de bedoeling. En dan hebben we extra advies. Mochten er thema's zijn waar je over graag of vragen waarover je graag een gratis video zou hebben via YouTube hier, dan mag je die altijd in de comments zetten. Zolang dat het dus gaat over het thema van verlos je uit de matrix, dus meer dan vrijheid, onvoorwaardelijke liefde en die dingen. Dan kan ik dat inderdaad gewoon meenemen en een video rond maken. Met veel plezier zelfs. Op vrijdagen ga ik specifiek afstemmen op één iemand of meerdere van mijn volgers. Om van daaruit ook op die manier jullie behulpzaam te zijn om inzichten te geven. Dus het helpt als je nog niet geabonneerd bent of je hebt nog nergens een like of iets gedeeld, een comment of zo. Dan helpt het mij ook als je dat doet, omdat ik dan gemakkelijker ook met jullie energie kan gaan verbinden. Nu sowieso weet ik ook dat mijn team daar ook mij ook in begeleidt en ook ondersteunt. En mij ook laat de boodschappen zeggen en de dingen zeggen die nodig zijn. En terwijl ik deze vasthoud, is er al iets, onmiddellijk iets die mij opvalt. En hier, 31, 6, 13. Zie je de spiegeling? En 6, velen gaan misschien weten of kennen dat 6 vaak als het nummer van de duivel gezien wordt. Maar 6 voor mij is ook een meestergetal en heeft ook te maken met die balans van innerlijk en uiterlijk. En dan zie je ook weer die mirroring, die spiegeling. En dus 6 is daar die schijning van. 6 is eigenlijk het punt wanneer je in staat bent om schaduw en licht tegelijkertijd te zien, zonder oordeel, zonder de neiging om te veel naar het een of naar het andere te neigen, dan is dat het punt waarbij je in staat gaat zijn om dat te ontstijgen en dus eigenlijk jou los te koppelen vanuit de matrix of vanuit alle beperkende beperkingen waar je nu voelt tegenaan lopen en voelt of het idee hebt dat je vastzit. Mooi om te zien dat dat ook al zo komt. En wat zijn de kaarten, de boodschappen zelf? En dan hebben we Feeling the World. Dat was 13. 6, die geeft ook een hele mooie poort als afbeelding en boodschap. Het is wat het is. En 31, Call of the Muse. En als je ze zo bekijkt, ik ga proberen zo te gaan tonen. Ik heb geen zo grote handen, dus ik probeer het zo te houden, zodat je het nog kan zien. Maar dan zie je hier ook weer die vrouwelijke energie in deze kaart. Dat sensuele, dat dansende. Dan de poort, dat is eigenlijk de sleus ertussen. En langs de andere kant heb je hier de mannelijke energie. In die zin, het is wel een vrouw. Maar je weet, mannelijke vrouwelijke energie heeft niks te maken met geslacht. Maar het feit dat er hier een wereldbol staat en het feit dat de mannelijke energie eigenlijk de lessen, de essentie van de eenheid naar buiten brengt,
de structuren aanbrengt, actie onderneemt, geeft mij ook heel hard het gevoel dat dit een mannelijke energie is. Dus ook hier zie je eigenlijk ook weer in die kaart een heel mooie weerspiegeling. En wanneer dan die zouden wegzien zijn, dan ga je zien dat die gewoon ook samenkomen. En dat die de deur samen leiden, of leiden samen naar de deur, naar de opening, naar het... Het hiernamaals is hetgeen wat ik hoor, maar dat is niet hetgeen wat ik voel. Maar eerder het, de volgende stap, het volgende level. De behind the matrix, dus voorbij de matrix. De nieuwe aarde, zoals dat voor velen misschien beter gekend is. Wat is er nog dat we mogen meegeven? Oké. Dat zijn mijn eigen kaarten. Als je dat wil, kan je die ook zelf aanschaffen via de linkjes op mijn website. Die zijn verbonden met de universele vlammen. En zijn echt bedoeld als een tool voor jouw bewustwording. Dus dat zijn allemaal gechannelde boodschappen die erop staan. En die helpen jou meer inzicht te krijgen, meer begrip te krijgen over wat dat er allemaal nu op dit moment gaande is. Dus wat hebben we nog van de universele vlammen? Over de universele vlammen heb ik twee kaarten. Tik. Oeps. Ja, oké, deze. Dus wat hebben we van boodschap? De eerste was zuiver alle ballast uit. En dat is dus op elk vlak. Energetisch, mentaal, emotioneel, fysiek. Dus echt alles. Dan andere. Je geeft je leven vorm met je gedachten. En vandaar dat we ook daarnet ook die blauwe vlam hadden. Dat we daar ook over bezig waren. Ook in het begin helemaal met het mentale. Dus als je het gevoel hebt dat je vastzit. Dan is het gewoon omdat je verkeerd denkt. Wanneer dat je naar binnen gaat. Ga je de antwoorden. Kijk, voilà. Ga je de antwoorden horen. De leegte is waar dat spirit tot je spreekt. Je kunt niet of heel moeilijk antwoorden ontvangen als je maar constant zelf in die ruimte zit. Dus wanneer je terug naar binnen gaat, wegstapt, dan creëer je ruimte om boodschappen te ontvangen. Je idee over mannen versus vrouwen blokkeert je. En ik voel dat dat een hele specifieke boodschap is voor iemand of een aantal mensen, niet voor iedereen. En werk samen met de groen-gouden vlam voor je welvaart. Hoe dat je dat kan doen, dat kan je doen door je intentie te zetten. Je kan zeggen van, ik roep de groen-gouden vlam aan en transformeer mijn welvaart. Je kan dat ook heel iets specifieker maken, maar dat zijn allemaal stukken die ik leer in het traject met de universele vlam. Dus dat je ook kunt volgen. Als je dat wilt, kan je gewoon surfen naar 96vlammen.be en daar ga je dan mijn boek terugvinden, deze kaarten. Verschillende transmissies die gratis beschikbaar zijn. Een aantal andere die betalend zijn, maar het is maar 11 euro of zoiets. En dan natuurlijk het traject waarin je leert werken met de vlammen. En eigenlijk is dat het enige wat je nodig hebt om volledig doorheen jouw bewustwording te kunnen komen. Om jezelf volledig te verlossen uit de matrix. Omdat het universele vlammen zo'n krachtig tool zijn. Je hebt niemand anders nodig. Je hebt geen healingen of inwijding of wat dan ook nodig. Je leert eigenlijk echt verantwoordelijkheid nemen en meester worden over je leven. Want dat is hetgeen wat we te doen hebben. Echt een opgestegen meester hier te zijn in deze fysieke incarnatie in dit leven. En dat is hetgeen wat mijn doel is, mijn missie is om jullie in te begeleiden. En even die backup te geven. Zodanig dat we allemaal terug naar liefde en eenheid kunnen komen. Dat is het ultieme doel. En om af te sluiten, zodat de video niet te lang wordt. Wat kunnen we nog meegeven om terug naar eenheid en liefde te komen? Dat zijn ook mijn eigen kaarten. En kan je ook via de website downloaden of aankopen liever. Je hoeft ze niet down te loaden, je kreeg ze in fysieke vorm. Voilà, dan hebben we... Stop met denken, voel en wees gewoon jezelf. Dus je ziet ook hier weer, het gaat over niet alleen blauwe kaarten of blauwachtige kleur. Maar het gaat ook over jouw gedachten. Controleer jouw gedachten. Reinig en zuiver al die junk, die mind junk. Je hebt junk food en je hebt ook mind junk. En dat is soms nog veel erger dan een lekkere hamburger eten.
Liefde is de enige waarde die telt, want liefde is de enige waarheid van het universum. Zo zeggen, neem er dan eens een screenshot van. En zeg dat regelmatig tegen jezelf de komende dagen. En dan ga je zien wat dat dit al met je doet. Nog een andere boodschap voor liefde. Liefde is bedoeld om ervaren te worden met het hart en niet uitgelegd met het logische verstand. En dan, soms doen we alsof dat we de werkelijkheid... Ah ja, sorry. Soms doen we alsof, omdat we de werkelijkheid vrezen. Ja, sorry, ik had hem verkeerd gelezen. Ik heb nu totaal geen idee of jullie dat goed kunnen lezen of niet. Dus in geval niet, dan moet ik de volgende keer mijn camera weer draaien. Voilà, dat was voor deze boodschap. De bedoeling is dat ik elke woensdag een dergelijke boodschapvideo maak. Om jullie dus mee te helpen die stap te zetten uit de matrix in je vrijheid terug naar liefde en eenheid. Wil je een persoonlijke reading? Dus ongeveer zoals dit, maar waarschijnlijk vaak ook iets uitgebreider, omdat die meestal tussen 50 en 60 minuten duurt. Dan kan je dat reserveren via de website. Je kan ook een channeling, en dat is dan een PDF-vorm. Die is iets goedkoper, omdat dat voor mij iets minder arbeidsintensief is. En dat is ook minder tijd vraagt. En daarin kan je ook vragen stellen, maar dan gebruik ik geen video, geen kaarten, gewoon mijn gave als channeler. Zo, dat is het voor deze video. Ik wens je alvast een hele fijne woensdag en tot in de volgende video. Dag!